Dus nu ik later in uw midden kwam, verkondig ik voor u, voor heel ons volk, als iemand van u weet van Laios, beveel ik dat hij alles meldt aan mij. U bent, zeg ik, de moordenaar die u zoekt. Denkt u soms ongestraft zo door te gaan? Moet ik uw drift nog prikkelen met meer? Zoveel u wilt, u zegt het zonder zin. U hebt ongewild, met uw dierbaarste, zeg ik, de schandelijkste omgang. En u ziet niet hoe diep u al gezonken bent. Denkt u soms ongestraft zo door te gaan? Als inderdaad de waarheid machtig is. Uw vrouw kan u het beste zeggen hoe dit zit. Gaf zij het dan aan u? Zo is het, heer. Wat moest u daarmee doen? Het ombrengen. Haar eigen kind. Uit angst voor Apollo's woord. Welk woord? Dat het zijn vader doden zou. Maar waarom gaf u het dan af aan hem? Uit medelijden, meester. Hij zou het, dacht ik, dan meenemen naar het land van waar hij kwam. Maar zo bleef het voor het grootste ongeluk in leven. Want als u degene bent die hij zegt, bent u echt een rampzalig mens. Oh, zo komt alles werkelijk uit. O, licht, nooit meer wil ik u zien. Nu ik verwekt blijk, door wie niet verwekken mocht, verkeer met wie ik niet verkeren mag en wie ik niet mocht doden, heb gedood.